Het Terug naar Toen Festival 2024. De Veluwse Stoomtreinmaatschappij organiseert dit jaarlijks, zodat mensen kennis kunnen maken, of als zij het al kennen, met de stoomtrein kunnen gaan tussen de trajecten Apeldoorn-Beekbergen, Beekbergen-Loenen, Loenen en Dieren en weer terug. Wij zijn samen. Den Wolleberg. We staan op station Beekbergen en het is vandaag het Terug naar Toen Festival van de Veluwse Stoommaatschappij. Wat houdt het in? Dat houdt in dat wij alle dienstvaardige locomotieven die we hebben, die we ook allemaal gaan inzetten dit weekend. Dat doen we eigenlijk één keer per jaar. Ja, en wat betekent dat? Hoeveel locomotieven zijn dat? Deze editie zijn het 8 eigen locomotieven. Dus 8 stoomlocomotieven en nog 2 gastlocomotieven van onze collega's uit Rotterdam. Dus dat zijn er 10? 10 stoomlocomotieven, ja, dat aantal is zelfs in Europa uniek. Ja? En waarom is dat zo uniek? Normaal gemiddelde museumclub heeft 1 of 2 locomotieven onder stoom. En dat is het eigenlijk al een beetje. Nou, als je dan hier uitpakt even met 8 locomotieven plus 2 gastlocomotieven, totaal 10 locomotieven. Ja, dan doe je wel aardig mee, zeg maar. Ja, en wat betekent dat voor dit evenement? Betekent dat ook dat er meer treinstellen rijden? Ja, we rijden hele intensieve dienstregelingen over de gehele lijn die we zelf hebben. En we hebben een lijn tussen Apeldoorn en Dieren, die is 22 kilometer lengte. En daar hebben we een hele intensieve dienstregeling op dit weekend. Ja, want hoeveel bezoekers verwacht u vandaag en morgen? Dat zijn er wel heel veel, want wij denken wel rond de 6000 bezoekers te verwachten. Ja. Per dag of in totaal? Ja, op het weekend. Ja, en kunnen die allemaal wel in die trein plaatsnemen? Nou, niet allemaal tegelijk, maar daarom is het helemaal verspreid ook over de hele lijn heen. Ja, en we staan natuurlijk in Beekbergen, gemeente Apeldoorn. Dus het is echt een lokaal evenement. Maar er zijn wel meerdere steden en misschien landen bij betrokken. Welke? Of zijn dat er te veel om op te noemen? Nou, niet te veel om op te noemen. Het is relatief van de buitenlandse gasten veel Duitsers. En dat komt omdat wij ook relatief veel Duitse machines hebben. Dus qua bekendheid in Duitsland zijn we wel best wel groot. En het zijn natuurlijk Duitse machines waardoor de aandacht behoorlijk trekt. Machines, stoommachines die dienen voor het rijden van de stoomtrein? Of zijn er ook nog andere soort stoommachines bij? Ook nog andere stoommachines, zoals bijvoorbeeld onze evenemententerrein in Loenen. We staan nu in Beekbergen, maar in Loenen hebben we ook een festivalterrein. Er zijn ook stoomwalsen, een houtzagerij op stoom. Dus andere, nog echt oude werktuigen. Ja, heeft dat betrekking op de industriële revolutie? Ja, zeker. Ja, de stoom heeft natuurlijk een hele grote invloed gehad. Ja, en is dat ook een thema van dit festival? Ja, laten zien, echt terug naar toen heet het ook. Dus laten zien hoe we het vroeger deden met z'n allen. Ja, en hoeveel van die machines staan daar als mensen daar geïnteresseerd in zijn? Volgens mij een machine of 8 aan stoommachines, daar in Loenen. In Loenen? Ja, in Loenen. Ja, nou staan daar dus allerlei stoommachines. En wat is er in Beekbergen te zien? Beekbergen laten we zien hoe het vroeger was eigenlijk. Dus de depotvorm, je ziet op de achtergrond van mij wel de kolenkraan, die blauwe. Dus laden we het kolen. Je ziet waterkolommen, dus het vullen van water, hoe dat vroeger ging. En het afslakken van de kolen. Het restaureren van de locomotief tijdens de diensten, zeg maar. Dat laten we hier zien. Ja, en het is dus een uniek weekend voor de Veluwse Stoomtreinmaatschappij. Welke mensen komen hier over het algemeen op af? Zijn dat echt liefhebbers? Zijn dat professionals? Zijn dat gewoon geïnteresseerden? Dat van alles wat treinengekkies, niet te vergeten natuurlijk. Die heb je natuurlijk ook bij. Het zijn hobbyisten, treinengekkies, jonge gezinnen, opa's en oma's met de kleinkinderen. Het is heel divers, het is hartstikke leuk. Oké, meneer Van den Wolleberg, dank u wel. Ja, gedaan. Veel plezier.
echt leuk hier. We gaan elk jaar gaan we hier even heen. U gaat met vaste bezoeker van dit festival? Ja, zeker. Heel erg leuk en gewoon echt het karakter hier is gewoon heel erg leuk. Dus, ja, wat vond u van alle oude stoommachines? Heel erg leuk, mooi. Echt leuk om ook de kinderen te laten zien, hè? Hoe het vroeger was. Ja. Wat vond jij ervan? Leuk. Zich een beetje... Het was warm. Het was warm. Het was warm, ja. Maar wel lekker. Voelde u zich ook een beetje in toen? Ja, het is fantastisch om hier te zijn. Het is gewoon zoveel mooie loks, zoveel zo'n sfeer. Het is geweldig hier. Ja, terug in de tijd, hè? Dat, ja. Inderdaad. En was dat een beetje voelbaar of zichtbaar? Nou ja, ik kijk om je heen. Ja, ik bedoel, je kunt het niet missen. Nou, nee, maar ik ben altijd benieuwd wat een ander daarvan vindt. Nou ja, ik ben helemaal fanaat van stoom. En, dus ben ik hier op mijn plek. Inderdaad, dan zit u hier wel goed. Ja, dat. Oké, fijne dag verder. Oké, dankjewel. Wat zit er in dat zakje? Zaagsel. Zaagsel? En wat ga je daarmee doen? Nou, ik ga het mee naar huis nemen en aan mijn moeder geven. Jij hebt ook een zakje zaagsel. Wat ga jij daarmee doen? Ik ga hem mee naar huis nemen en dan ga ik hem met een geur van maken. Dat wil ik eigenlijk ook doen. Mevrouw, uw outfit, zal ik het maar zo zeggen, uw klederdracht is bijpassend bij dit evenement, terug naar toen. Uit welke tijd dateert het ongeveer? Nou, ik vind het leuk om een beetje de stijl, want dan is het nog lang, zo'n beetje rond de eeuwwisseling, hè, als we naar 1900 gaan, zeg maar, tot 1910. Toen was de mode voor de dames, de roklengte was nog tot op de voet. En zeker met de hoeden en het mooie geklede, dat past natuurlijk helemaal in de stijl van de stoomtreinen. Dus ja, en dat is zo leuk om te doen. Het is een van mijn grootste hobby's. Ja, eind 19e, begin 20e eeuw. Zoiets, ja. Ja. En voor mij loopt het zo'n beetje tot 1920. Want ja, toen waren de mensen nog heel stijlvol. Weet je, de hoeden en de handschoentjes en helemaal hoe ze zich gedroegen. Weet je, want je past je natuurlijk aan de kleding die je draagt. Dat is heel belangrijk. Ja, heeft u dat ook als zodra u dit in vol ornaat bent, dat u zich ook zo voelt en zich zo gaat gedragen? Je voelt je echt een dame. En dat moet ook, hè. Je moet je als een dame gedragen. En normaal, als we alleen met z'n tweeën dit doen, mijn man en ik, dan gaan we normaal ook de trein in. En dan spelen we eigenlijk ook een soort act. Dan gaan we echt terug in de tijd. En die act houden we ook in de hele trein vol. We maken met iedereen een praatje. En wij spelen dan ook echt dat wij bijvoorbeeld naar Zandvoort gaan. Naar een tante bijvoorbeeld met heel veel geld. En wij zijn de verarmde adel. Dus wij zijn altijd op zoek naar geld. En dat spelen wij dan ook echt in de trein. Dat is zo leuk om te doen. Tenminste, wij vinden dat leuk. Wij komen ook uit de toneelwereld. Opera, operette. Dit is voor ons het verlengde van wat we ooit gedaan hebben op het podium. Ja, als ik u zo hoor praten, dan gaat u wordt het ook. Ik zie het gewoon gebeuren. Ja, dan ga je ook rechterop lopen. En dan ben je gewoon die dame op dat moment. En zo moet je ook gedragen natuurlijk. Hè? En hoe was de dag vandaag? Geweldig. Wij zeiden net nog tegen elkaar hoe snel die dag eigenlijk omgevlogen is. Hoe leuk het was. Weet je, dat wij eerst dachten van, jeetje, dat wordt een vermoeiende dag. En hij is eigenlijk om met zoveel leuke mensen en zoveel leuke gesprekken en indrukken. En zo'n positieve sfeer. Nou, maar dan merkte je denk ik zelf ook wel hoe positief de sfeer hier is. En hoe gezellig je het gewoon gehad hebt met elkaar. Dus ja, het is heel bijzonder.
Ja, en qua mensen, dat waren er nogal wat, want de perrons stonden vol. Dat klopt helemaal, maar het is ook een dag die landelijk wordt gehouden. Hè? Ieder station waar de stoomtrein rijdt, die viert dit jaar terug naartoe. En overal kom je, een beetje zoals hier, de sfeer. Met van alles eromheen, hè, dat het heel aantrekkelijk is ook voor de bezoekers. Heel veel te zien, heel veel te doen. Ook heel veel voor kleine kinderen, ook heel veel leuke dingen. Eigenlijk voor iedere leeftijd is er gewoon wat bijzonders. En wij maken de sfeer gewoon nog leuker om een beetje bij de tijd van toen ook te passen. En dat is zo geweldig leuk. Hè, wij doen het met zoveel plezier. Ja meneer, hoe heeft u het ervaren? Ik heb deze dag zeer prettig ervaren. Vriendelijke mensen allemaal. Iedereen was bereid om een praatje met je te komen maken. En vragen waar wij de ambitie vandaan hadden om elke keer hier weer naartoe te kunnen komen. En de motivatie te kunnen halen om de mensen zo te kunnen entertainen. Ja, en nu lopen we al richting het einde van deze dag. Hoe gaat u terugkomen van het verleden naar het heden? Is daar een manier voor? Nou, dat gaat eigenlijk automatisch. Zo gauw je in de auto stapt en van alles afgooit. Zo van, nou mag dit uit, dat af. Even luchten dan nog. Dan ben je weer terug in je eigen tijd. Dan spring je straks lekker onder de douche met een drankje. Je kijkt terug op een superleuke dag. En voor ons is er morgen nog een dag. Heel veel die andere kostuumvrienden, merendeel doet het één dag nu. Wij zijn er twee dagen, omdat wij ook officieel vrijwilliger zijn hier bij de VSM. Dus wij er morgen weer, maar in een andere outfit. In een andere hoedanigheid. Ja. Mag ik u hartelijk danken en heel veel succes. Heel graag gedaan. U ook nog een fijne dag. En bedankt ook.